aan de hand? Oh, niks ernstigs hoor. Het zijn de slachtoffers van de wekelijkse crash rally. Kom maar eens kijken. Die gasten zijn best vermakelijk. Best wel heel vet, toch? Ja, die gasten leggen zomaar hun leven in de waagschaal voor ons plezier. Hun leven in de waagschaal voor ons plezier? Ik zou van SpongeBob verlost kunnen worden. Voor eeuwig. En dan bedoel ik uiteraard ook voor altijd en eeuwig. Waarom lacht u? Ik weet een manier waarop jij extra examenpunten kunt scoren. Hoera! Ja, dat kun je wel zeggen. Oh, die vergat ik bijna. De sok! Hey, die sok lijkt me best wel een linker. Zullen we het dan maar meteen opgeven? Oké, mannen, start de motoren. Dan kan de bikinibroeken kruisrally beginnen. Ik wil niet kijken. Wacht, ik wil het wel. Wat is dit? Wat? Dit is helemaal niet goed. Juffrouw Puff, wat moet ik? Wie pakt hem harder aan? Wat moet ik harder gaan? Hartelijk dank voor de tip. Vermorseld wil zien worden, zul je diegene gewoon zelf moeten vermorzelen. We gaan door. Er is nog één uitdager. Ik, de plof. Zie ik geen snaars. Juffrouw Puff, hallo. U bent weer helemaal puf. Dus alles is weer helemaal goed gekomen. Ja, alles komt altijd weer goed. Vaarwel, draaiomdraai. Oh!
Ga je missen. Vaarwel, Schoenval. We hebben zoveel meegemaakt, wij drie. Is waar, Patrick, maar we moeten sterk blijven. En wat nu, Patrick? Ik denk dat je dat wel weet. De handschoenboot, mijn meest favoriete attractie aller tijden. En dit gaat dus de allerlaatste rit worden. Kom, bakker. Laten we plaatsnemen. Hey. Ik ben er klaar mee. Ik werk met de pletter, maar hier respect krijgen? Nee dus. Ik ga een torenhoge schadevergoeding eisen. Het spijt me vreselijk voor je. Maar als ik iedere werknemer een schadevergoeding... Hak door de grond, Dombo. Fijn. En waar vind ik nu weer een nieuwe mascotte? Meneer de eigenaar. Mag ik het handschoenlandkostuum aan? Alsjeblieft. Het is een jongensdroom van me. En die handschoen die ik nu draag begint een beetje te verslijten. Kijk maar. Tuurlijk. Waarom niet? Ik bedoel, ik kan toch geen kwaad. Dank u. Alsjeblieft, kleine vent. Boel. Oh, handschoen uit. Engert. Dank je. De parkmascotte staat voor te dringen. En hij pakte mijn ijsje af. Maar die gaf hij toch aan me? Jongen, de draaimolen gaat steeds langzamer. Maar die kunnen we repareren. Mag ik? Hey, ik ben veilig geland. Hey, ik ben veilig geland. Ik voel me weer niet meer. Ik probeer hun kracht te testen met deze reuzenhamer. Luister, Patrick. Hoor jij dat ook? Ja. Het geluid van absolute stilte. Plus tuinboekruid. Iedereen is naar huis, Patrick. We hebben het geprobeerd, maar alles is voorbij. Handschoenland sluit. Wij kunnen niks meer doen. Wel, we kunnen nog één ding proberen. Wat is hier aan de hand? Wij doen wat elk betrokken persoon doet als er geen andere optie meer is. Ja, vriend, we hebben onszelf vastgeketend. Nou, ik hoop toch wel dat jullie op tijd loskomen. Anders missen jullie de grote opening. Wat? De grote opening. De reden dat we Handschoenland sluiten is omdat we pretpark Handschoen Hemel gaan openen. Kijk daar eens. Handschoen Hemel? Is het niet fantastisch? Nou mannen, prettige avond. Wauw, de opening van Handschoen Hemel. Wat een feest, Patrick. Ja, nou. Oké, weg met die kettingen. De sleutel graag. Welke sleutel? Die heb ik aan jou gegeven. De sleutel van deze sloten. Ja. Jij vroeg of ik die goed wilde verstoppen, weet je nog? Ja, en waar is die nu? Op de bodem van de handschoenvijver. En daar zal echt niemand hem vinden. Oké, Gerrit, ik ga nu naar de krokante krab. Ik hoop dat jij ook een hele fijne dag zult hebben. Oh, Gerrit? Nou, dus ik zie je vanavond weer, Gerrit. Ik ben... Gerrit, is dat een bakslaksnoep tussen je tanden? Wat grappig, want ik zag net een vol nieuw pak in de keuken staan. Nee.
Normaal ben ik best verlegen. Gerrit, wat doe je hier? Je weet best dat ik moet werken! Oké, je wilt meer slaksnoep, maar die slaksnoeppakken zijn momenteel uitverkocht. Dat klopt, Gerrit. Gerrit, dat zeg ik net. De dierenwinkel heeft op dit moment gewoon geen slaksnoep op voorraad. Ik heb nu ook geen oplossing voor je. Ga gewoon naar de fabriek waar ze ze maken. Dank u wel. U bent wat? Gesloten. Moet ik het voor u spellen? Gesloten. Gesloten. En dat niet alleen. De laatste doos slaksnoep is dagen geleden verscheept. Het is zo'n hit. Het vliegt de winkel uit en er zijn geen ingrediënten meer. Ik heb zelfs gehoord dat de eigenaar helemaal gestopt is met slaksnoep. Ach, geef hem eens ongelijk. Hij is inmiddels helemaal binnen. Hoor je dat, Gerrit? Er is geen... Weet je, ik zou hetzelfde doen als ik in zijn schoenen stond. Hoor je dat, Gerrit? Waarom zou je jezelf kapot moeten werken? Alleen maar voor een paar zielige dieren en voor succes... Zou u heel even stil willen zijn? Sorry. Gerrit, het is allemaal uitverkocht. Er bestaat in de hele wereld geen slaksnoep meer en dat zal altijd zo blijven. Wat wil je dan dat ik doe, Gerrit? De zee doorzwemmen? Alle winkels ter wereld afstruinen? Kijk of ze misschien nog een doosje voor Gerrit hebben staan? Is dat wat je wilt? Wauw. Op de kaart. Op deze kaart staan alle dierenwinkels in de wereld vermeld. We hebben ze één voor één bezocht, maar nergens is meer slaksnoep te krijgen. Nergens. Ik ben er klaar mee, Gerrit. Ik kan niet meer. Gerrit, ik vind dit moeilijk, maar het wordt echt tijd dat ik ga zeggen... Nee, Gerrit, dat is een foto van het moment dat ik je uit het nest haalde. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Oh, en toen had je voor mij een kasteel gebouwd met glittertjes en lollies. Gerrit, dit is een heel speciaal... Oh, leuk geprobeerd hoor. Ja, Ger, we hebben overal gezocht. Maar er is nergens slaksnoep meer. Het spijt me, Gerrit. Maar het antwoord is... Nee. Die laatste doos slaksnoep smaakt beter dan wat er ook. Hey, nu is hij leeg. Miauw, 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 miauw. Oh, wauw, Patrick, je hebt het de nacht volgehouden. En weet je, ik kan mijn hoofd niet meer bewegen. Oh, ik kan ook niks meer bewegen. Oké, dat is super. Nee, Patrick, dat is niet super. Maar dit krapverhaal was dus waar. Patrick, we hebben een stroomsnuit. Patrick, snel naar Sandy. Zij moet helpen. Sandy! Sandy! Het is best tricky. Jullie moeten je gezichtsspieren goed ontspannen. En ik pleit voor een massage. En jij bent toch gediplomeerd, hè, Sandy? Ach, wat moet je nou met een diploma? Ga maar liggen. Relax. En laat deze twee vrouwenhanden de spanning zachtjes wegkneden. Ik voel toch best een poel stress in je oogballen. Die schoudertjes terug op hun plaats. Ik voel de bulten gewoon wegsmelten.
Eens kijken of ik die kaaklijn weer terug op zijn plek krijg. Oké, heren. Ik heb slecht nieuws. Die stramme snuiten hebben jullie nog steeds. Maar jullie zien er een stuk ontspannender uit. Ahoy, SpongeBob. Dag, meneer Krabs. Alles goed, Krul? Je ziet er een beetje lichtelijk timide uit. Valt best mee, meneer Krabs. Ik ga grillen en bakken. Heb je last van een droge huid of zo? Hé, hey, wat hoor ik nou? Laat er iemand een eurocent vallen? Zo, die is even bezig. Schiet op, SpongeBob. Iedereen wil krabburgers. Ik weet het ook zo. Stanley, klaar? Doe het zelf, ik heb pauze. Meneer Krabsus, we gaan het zoeken. Dit is mijn kans. Uw krabburgers, meneer. Het spijt me, meneer, maar ik hoef geen onderlip bij mijn ontbijtje. Oh, help. Ik kijk liever eventjes verder. Waarom verliezen mijn klanten? Ik zou het niet weten. Ik ben maar frituurkok. Nelly, kijk maar aan als ik tegen je praat. Ik wil je gezicht kunnen zien. Hey, moet u eens even kijken, meneer Krab. SpongeBob imiteert een burrito. SpongeBob, jij gaat onmiddellijk rechtop staan of... Kom ik al gelegen? Oh, nu begin ik het te begrijpen. Aha, jij hebt malle snuit te lopen trekken, meneertje. Je wilde mij natuurlijk weer niet geloven. Het spijt me, meneer Krabs. Ik dacht dat het een fabel was. Nu ga ik failliet, omdat jij denkt dat ik kletspraatjes verkoop. Oh, dit maakt me werkelijk razend. Ik sta te koken. Ik heb een stramme snuit. Nu heb ik ook een stram snuit. En wat is hier aan de hand? Octo, trek geen rare bekken. Jij krijgt ook een stram snuit. Stram snuit? Maar dat is een fabel. Kijk, Krabs ook. Oh, die is leuk. Mijn gezicht. Mijn gezicht. Oh, wat hebben jullie gedaan? Oh, kijk. Octo heeft het ook. Ja. Dit is niet grappig. Ja, ik weet lachen. Hey, onderwatervrienden. Als u al heeft gegeten, maak dan maar snel plek voor een tweede gang. Want vanavond dineren we in de nieuwe culinaire sensatie van Bikinibroek, La Matamore. Kijk eens wat een sfeer en wat een klasse. Wat staat er op de kaart? Ze noemen het visaasragout. Vanmiddag sprak ik met de chef-kok Octo Tentakel. Hij legde uit waarom dit momenteel zo'n mega-succes is. Uiteraard kan ik het recept niet prijsgeven. Dat is een geheim. Wat? Precies, Krabs. Wij hebben nu ook een geheim recept. En het zit ook in een fles en het is niet voor jou. Recept, Plankton. Dank je. Geheim. Nou, het is zeker geen geheim. Zeg visa's ragout. Dat La Matamore een groot succes is. Alles voor mijn fans. Dit is buikerij. En de mensen eten die rommel ook nog. Ah, gelukkig holt onze trouwe cliëntelle niet meteen naar die aasgier. Juich niet te snel, meneer Krabs. Och, het is een rustige dag.
Gelukkig zit Jeffrey op zijn stekkie. Willen de krabburgers vandaag smaken, Jeffrey? Nou, meneer, de maatemmer zit vaak stampvol. Maar ik kon mijn haas gewoon meenemen. Kijk, Kok Octo heeft mijn portie gesigneerd. Dit gaan we tot op de bodem uitzoeken. Gedraag je maar gewoon als een schatrijke klant. Jij bent een krab! Ben je gek geworden? Net de klanten gaan hun longen niet leeg staan blaffen als een zeehond. Oeps. Ik bedoel, ik lust absoluut best een mietersportie aas, meneer. Goedenavond, madame. Une table pour deux. Uw naam? Ik ben Eugène Krab. Ik bedoel dus... Pierre, Krabburger. Dat ben ik. Mag me niet uit. Het is goed. Ik bekijk even uw reservering. Ah, het spijt me vreselijk, meneer. Ik zie helemaal geen Krabburger. Reservering? In een snackbar? We hebben een wachtlijst van een half jaar, meneer. Hebben wij soms een probleem hier? Kijk. Als dat meneer Krabs en zijn protégé SpongeBob niet zijn. Komen jullie maar mee. Ik heb een bijzondere tafel gereserveerd voor jullie. Bon appétit, sukkels. Ja, nu is het mijn beurt, Krabs. Ja. Alsjeblieft, meneer. Mijn wereldberoemde visaasragoet. Oh, maar. Iemand staat hier mijn recept klaar te maken. En dat doet hij goed. Auw. Wat komt u hier doen? Mijn recept weghalen bij mijn ijdele kleinzo. Ik ben onschuldig. Hij was het. Wat? Oh, ik ga echt nergens voor opdraaien. Het maakt jou niet uit of het gaar was of niet. Oké, ik geef het toe. Maar wat maakt het dan? Nou, je weet verduiveld goed, Octo Tentakel, dat de ragout precies 24 uur hoort te sudderen. Anders ga je van je graatje van de maag krampen. Verkocht jij kortgekookt aas? Trek hem in tweeën, luidjes. Ja! Mijn fans! Ik hoop dat je je lesje geleerd hebt, wijsneus. Oh, meneer Krabs, wat aardig dat u Octo weer heeft aangenomen. Hij probeerde u toch een beetje de zakelijke afgrond in te duwen. Het was het minste wat ik voor hem kon doen. Hij heeft een boel ellende gehad met de maatemmeraffaire. Hij mag de hele dag liggen. Hij is de nieuwe deurmat. Ik had ooit een droom. Wat zei je daar te doen? Meneer Eugène Krabs en Sheldon Plankton. Ja? Dit is voor u. Update stadsverordening. Fastfoodrestaurants mogen niet op minder dan 100 meter van elkaar gevestigd zijn. De krokante krab en de maatemmer staan momenteel te dicht op elkaar. Eén van de restaurants zullen we moeten aanpakken. Pakken! Zo, en wie van ons moet er hier dan verdwijnen? Dat mogen de heren beslissen. Ik blijf zitten waar ik zit. Jij gaat maar verkassen. Jij gaat pleiten. Oh nee, jij gaat. Geen sprake van. Heren, u heeft 24 uur de tijd om te bepalen wie het wordt. Dat is de wet nu eenmaal.
ik het goed zie, geven ze plankton hun geld. U heeft hier een koopje, meneer. U zult vele jaren kunnen opereren als een onvervalste schurk. Oh, vergeet dat restaurant maar gewoon, Karen. Ik had eerder moeten beginnen met tweedehands zooi verkopen. Doe maar, visjes! Al mijn criminele uitvindingen zijn vandaag te koop. Doe mij maar deze hoogexplosieve zeemijn. Ik geef u 2000 euro voor die geurzoekende bril. Maar wat moet je hebben voor die pc? Hoeveel heb je bij je? Plankton! Oké, mijn vrouw is niet te koop. Maar al het andere moet wel weg! Het is tijd. Zo, wie ga ik aanpakken vandaag? Nou, mij niet, meneer de gemeentesloper. Ik heb hier namelijk een petitie. Het volk heeft dus gesproken. Ga opzij, meneer Krabs. Hij. Nee, deze krab gaat nergens heen. Geef het toch op, meneer Krabs. Ik doe het snel en pijnloos. Als jij mijn hut wilt platvalsen, dan wordt dat heel zwaar en pijnlijk. Sterk blijven, meneer Krabs. We staan pal achter u, toch, Octo? Octo? Goed dan. Dit wordt echt jullie laatste kans. Ik laat de krokante krab nooit alleen. Wat jij wil, het is jouw feestje. Wacht even! Ik wil geen seconde missen! Vaarwel, krokante krab! Hey. Hartelijk dank voor de medewerking. Wat? Neem me niet kwalijk, meneer, maar vergeet u niet de boel plat te walsen! Ja. Pandenslopen is een andere afdeling. Ik zie er alleen maar op toe dat er een minimale afstand van 100 meter is. En dat is dan geregeld. Perfect. Maar dat is niet eerlijk! U gaat de krokante krab dus niet slopen? Nee. Dank u! Nee, hè? Kom op dan! Ik wil dat er hier gesloopt wordt! Ik heb al genoeg gezien. Precies 500.000. 300. Oeh, hij zit heel dichtbij. En 1. Ah, fout. Het is 500.300 exact. Je zit er precies 1 naast. Jammer hoor. Wacht even. Het is niet officieel. U moet ze tellen. Yeah. Een heleboel saaie cijfertjes later. 500.298, 500.299, 500.300. Ik win! Ja. Wacht eens. Er zit iets in de deksel. U miste 1 zaadje, meneer Krabs. Plankton zat goed. Yes! En dus krijgt de winnaar, meneer Plankton, zijn prijs. Je hoort het, Krabs. Hier met die krabburger. Kan niet. Wat?
SpongeBob moet de grill schoonmaken. Dat heb ik al gedaan. Moet je spatel dan niet worden afgesteld? Nee, die is helemaal recht. Jij met je efficiëntie. Oh ja, je krijgt die krabburger pas na de show. De show? De show die hoort bij de gratis krabburger. Kijk maar. Zie je? Oh, kom op! Ik ben toch niet gek? Er staat hier wel en een show. Toegestaan, drek! Hoort dit ook bij de show? Nee, dit hoort niet bij de show. Schitterend decorstuk. Vindt u ook niet? Lang geleden leefde er een vrolijke krabburger. La 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 la. Alle lieve mensen van de grote oceaan vonden het een fantastische kerel. Helaas zit er ook een schurkje in het verhaal. Hij heette Flanton. Oeh, weg! En op een dag, toen krabburger een wandelingetje maakte, sprong Flanton tevoorschijn en nam een flinke hop uit het gezicht van een vrolijke vriendje. Oké, we hebben het begrepen. Helaas, pindakaas, voor Flanton viel de krabburger niet echt lekker. Onze boosaardige schurk kreeg in een heftige last van gasvorming. En zijn maag deed uiteindelijk kabaf! Het einde. Nou, bravo! Bravo! Waarom mag die pop een krabburger eten en ik niet, hè? En waarom sta je in de keuken niet voor mij een krabburger te maken? Oké, SpongeBob. Nog langer uitstellen heeft geen zin. Maak hem perfect. Het is vast de laatste krabburger die je maakt. Zal ik doen, meneer? Karen, snel! Je moet nu mijn krabburger uit mijn maag snijden. Gaat dat zonder verdoving? Doet er niet toe. Hij begint al te verteren. Jij mag het zeggen, lieverd. Stil blijven liggen. Het kan een beetje kriebelen. Meneer Krabs. Wat is er, knul? Kijk eens daar. Ja, doorlopen. Netjes achter elkaar. Hé, hey, Eugène. Wil je een krabburger winnen? Dan moet je raden hoeveel klanten er nu in de maatemmer zitten. Ik ben zo misselijk. Die krabburger smaakt naar maagzuur. Dat ding smaakt naar parasietenmol en wortels. Wegwezen! Hey, waar is het gebeurd? Oh, kom op, Karen. Hoe kan dit? Ik heb gedaan wat je vroeg. Ik heb de inhoud van je maag geanalyseerd en heb met die analyse een krabburger geconstrueerd. Het doet me goed dat die kleine worm weer faalt. Oké, Knully, genoeg gelachen weer. Ga die broodjes uit de wc vissen. Oh ja, strooi dat zaad eroverheen. Ik ben er klaar voor. Volgens mijn onderzoekje heeft 2% van de bevolking van Bikinibroek nog nooit iets genuttigd in mijn krokante krab. Dat is 2% van een geldbedrag dat niet in mijn zak zit. En als ik dan denk aan die 2%, dan word ik zo boos. Als ik die 2% zie, dan denk ik aan taart. Ik heb het niet over taart. Deze ongelovigen geven hun geld uit in andere restaurants. We moeten die 2% zien te vinden en binnenslepen. Ik wil dat jullie twee erop uitgaan om de krokante krab te promoten. Krijgen we overuren betaald? Over wat hoe? Natuurlijk, meneer Krabs. Ik ga meteen aan de slag. Dus niet. Geen probleem, meneer Krabs. Ik weet precies waar ik ga beginnen. Oké, welpen. Vandaag gaan we een wereldwonder bekijken. De oudste boom in Bikinibroek. Wacht daar een cadeautje voor u. Mafkezen. Wat is dit? Eet bij de krokante krab? Dit is walgelijk. Maar ik
krijg wel honger. Hey, ik kan vanaf hier mijn huis zien. Naam de krokante krab zie, ga ik gillen. Ahem, wat staat daar nou? Krokante krab. Dat dacht ik al. De campagne volgens plan. Ik dacht het ook. Hallo? Oh, dag meneer Krabs. Zeg, ik weet niet wat jij allemaal doet, maar het werkt als een tierenlier. We zitten tot aan de mast vol met klanten. En weet je, er zitten vandaag ook gloednieuwe gasten te eten. Wow, dan ga ik maar snel de keuken in. Oh, maak je maar geen zorgen. Octo staat achter het fornuis. Keep up the good work, SpongeBob. We gaan voor de laatste procent. Prima, maar hoe vinden we die laatste procent? Nou, ik kan nog wel één plek bedenken. De bikinibroekers snelweg. Patrick? We mogen niet spelen op de snelweg. Ja, we spelen hier toch niet? We werken. Maar stel dat we worden geschept. Dat bedoel ik. Laat mij maar even. Alleen moet je kijken, Govert. Een roze verkeerskegel. Dat wordt een klap in de remmenpartes. Aan jou nu de eer. Dank je, Patrick. Nou, dat zit er weer mooi op. We gaan naar de krokante krab om de laatste procent te begroeten. Daar komen ze. Meneer Krab zal heel tevreden zijn. Goed nieuws, jongens. We hebben alleen maar een lekker band. Patrick gaat reservewiel pakken. Gaat niet. Wat bedoel je met gaat niet? Nee, wacht. Laat maar raden. Je hebt het wiel opgegeten. Wauw, jij kunt goed raden. Patrick had het even gezegd, man. Ik heb altijd een zak met snackwieltjes bij me voor als tussendoortje. Ik moet zeggen dat ik best wat lust. Octo? Ze zijn zoutarm. Meneer Krabs, ik wil graag geld voor een taxi. Maar meneer Octo... Nee, niks maar. Ik ga naar huis. Kom, leg wat geld in mijn hand, dan kan... Ik heb geen rode cent meer. Ik ben gewoon hartstikke blut. Alles is weg. Mijn krokante krab is weg. Laat dan maar, ik ga wel lopen. Wacht, Octo. Octo, ga niet weg. Doe, snap het dan. De krokante krab heeft ons nodig nu. Die krokante krab kan de stekelrambam krijgen. Uit de weg, jij. Au. 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 Octo, heb je veel pijn? Hou je handen thuis, jij. Octo. Nee. Octo, even da capo,
Vergeet de sores en de pijn. En denk aan hoe goed we samen zijn. Alsjeblieft, ga niet van me heen. Ik kan het beslist, nee beslist niet alleen. Nee, 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 no, 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 na, na, na. Ga, 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 als een speer. Doe, geef het niet op. Want nu heeft meneer Krabs geen cent meer. Kom nou terug, anders wordt de toer een flop. Het was mislukt voor het begon, het was een valse start. Samen zijn met SpongeBob is slecht voor mijn hart. Ja, dan liever die plankton. Supermarkten, bejaardentehuizen, kinderen, amper 6 jaar. Mijn carrière aan het vergruizen, ik stort helemaal in elkaar. Wat een baan, dit heeft geen zin, niks voor mij. Meneer Krabs mag lekker failliet gaan en de boom in, het is gewoon voorbij. Niet zo cru, meneer Krabs heeft ons nodig nu. We worden vanzelf echt wel een groot succes. Kom op man, vergeet alle stress. Ik had beloofd dat ik niet huilen zou. Mensen, ik sterf hier van de kou. Ik wil naar huis, maar ik vraag me af, waar ben ik nou? En dan al die blaren, van al dat gesjouw. Dat ten dagen lupus, ik ben bond en blauw. Wow, 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 wow. Het was een dolkstoot in mijn rug, maar ook heel emotioneel. Daarom draai ik me nu om een keer terug. Dan stem ik mijn gitaar en speel. Neem een aflucht, want dit wordt jouw moment. Hoe jij je voelt, verwoord jouw instrument. Eigenlijk best wel goed. Dat was prachtig, jongens! Ongelooflijk! Het publiek vindt ze steengoed. Al die mensen zijn naar het centrum van de woestijn gekomen om Octo en SpongeBob te zien. Of ze komen voor de meteorenregen die juist vandaag het Noorderlicht kruist en voor een lichtshow zorgt die je maar eens in je leven ziet. Dank u en tot ziens, hè. Kijk, daar komt de Krabs. Otto en ik hebben opgetreden voor een joelende massa. Wat leuk. Ik heb weer zoveel geld dat ik niet weet wat ik ermee moet. Oh ja, nou, jouw neus staat ook tussen je oren. Ja, maar jouw neus is veel groter. Ahoy, beste vrienden. Kus, maak een regenboog en verlies de wereld niet uit het oog. En wees geen cliënt met kerstmis. Wees lief voor baby's en voor de bejaarde klant. Sta klaar als je voor hen klaar moet staan. Rij voorzichtig, wees tolerant en ban vandalisme uit de oceaan. Al die rotzooi een beetje netjes en fris. En wees geen klier. En wees geen klier. Met kerst.
geen moment te vroeg. De kerstman kan ieder moment komen. Je hebt gelijk, man. Hij komt er al aan. Hallo, kerstman. U bent er. Ho, 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 ho. Niet zo uitbundig, knul. Ik ben bang dat ik met slecht nieuws kom. Oh, nee. Oh, ja. Jullie staan dit jaar allemaal op de zwarte lijst. Op de zwarte lijst? Dit kan niet anders. Jullie hebben je gedragen als klieren. Maar... Niks te maren. Jullie krijgen niks dit jaar. Op plankton na dan. Wat? Ik sta er zelf ook van te kijken. Maar hij heeft zich gedragen als een heilige. Ho, ho, heel goed, plankton. Volgens mij wilde jij dit graag hebben. Mijn geheime recept, hoe komt u daaraan? Dat is mijn geheim. Paps. Blijf uit mijn zakken, vieze kabouter! Maar... Kerstman, u ziet het echt verkeerd! Integendeel, SpongeBob. Jij bent de grootste klier. Kijk, daar kom je aan. Je bent een hooligan. Dan moet je eerst langs mij. Oké, Toki. Oh, nee. Was dat alles, vriend? Ik ga even een tukkie doen. Besef toch wel dat je nu heel stout bent. Zet de kerstman onmiddellijk neer, lelijke kwajongen! Heet en boven! Gaat je smaak te boven! Doe maar, kerstman! Hop, hop! Oh. Nogmaals bedankt voor je inzet, SpongeBob. Graag gedaan, hoor. Je bent duidelijk een doodgoeie vent. In tegenstelling tot de eigenaar van dat monster daar. Hé, wat hebben we hier? Als u dit vindt, terugbrengen naar de maatemmer. Plankton! Uh-oh. Geef maar aan mij, plankton. Maak het nou niet nog erger. Oké, jongens. Geef plankton maar wat hij verdient. Nee. Wat is dat voor lawaai? Meneer Krabs, Sandy heeft niet meer van dat spul dat ze moet inademen. Dat spul moeten we zien te vinden, anders gaat ze het loodje leggen. Nou, oké, ze mag niet de moord stikken in de krokante krab. Slecht voor de zaken. Oké, even denken. Zuurstof wil ze. O2, geloof ik. Waar halen we zo snel zuurstof vandaan? Kijk nou eens, er hangen daar luchtbellen onder het plafond. Maar hoe krijgen we die naar beneden? Geen probleem, daar weet ik wel wat op. We gebruiken rietjes om ze naar beneden te zuigen. Eén momentje, die rietjes kosten me veel geld. Rustig maar, meneer Krabs, ik leg ze weer terug. Schiet op, SpongeBob. Ik ben geen dokter, maar volgens mij zijn eekhoorns niet blauw van kleur. Oké, ik ben zover. Nog een klein stukje verder. Toch, hè, ik heb hem. Patrick, schiet op. Volgens mij krijgt ze de kleur weer terug. Heel goed, maar is het ook goed genoeg? Meneer Krabs, u heeft toch ergens reservezuurstof? Octo zegt altijd dat u zo opgeblazen bent. Ik zeg wat? Zo, dus jij vindt mij een opgeblazen krab? Nou, in dit geval klopt. Ik heb meestal een paar luchtbellen onder mijn schelp. Doe maar, niet zo verlegen. Papa, er ligt een onderzeeër op het dak. Oh, ik zie dat je bezig bent. Ik kom later wel even terug. Nee, Paro, blijf hier. Jij bent toch een zoogdier? Ja, ik denk het wel. En jij ademt zuurstof, toch? Ja hoor, mijn neus zit er vol mee. Je moet Sandy helpen. Ze heeft zuurstof nodig. Ach, wij zoogdieren moeten elkaar helpen. Oké, hou je vast. Kan een beetje prikken. Gaat-ie, Paro?
eens mee, Patrick. Ik heb een idee dat alles oplost. Ik ga naar de oppervlakte om zuurstof te halen. Als ik aan dit touw trek, haal jij me weer neer. En hoe kom je dan daarboven? Ik gebruik gewoon deze zuurstoftank als raket. Een zuurstoftank? Goed idee, makker. Ik weet het. Wens me sterkte, Patrick. Squarepants, jij bent een held. Oké, SpongeBob, haal nu maar diep adem. Hoor, Sandy. Lekker verse lucht. Oké, Patrick, ik ben klaar. Hey, wie doet dat? Hey, oh, spoken. Hey. Ja, daar gaan we. Welkom terug, Sandy! Leef ik nog? Kan ik weer ademhalen thuis? En is alles droog? Hoe hebben jullie hem dat geflikt? Oh, we hebben een heel klein beetje hulp gehad van een hele grote bubbel. Even voor de duidelijkheid. Die bubbels van jullie zijn wel de oorzaak van alles. Ik wil die bubbels van jullie niet meer bij mij in de buurt zien. Uh-oh. Waar wacht je nou nog op, Karen 2? Dat recept komt echt niet uit zichzelf naar ons toe, begrijp je? Ik probeer de deur open te maken. Je hebt me ontworpen zonder ledematen, Plankton. Ja, daar heb je wel een puntje aan. Oké, laat mij maar. Wat doet zij nou hier? Karen, sta jij in de krokante krab te werken? Wat doe je nou? Zo waar mijn juffrouw 2.0. Ah, mevrouw de analoge computer uit het jaar 0. Analoog? Wie is hier nou analoog? Ik zie dat je een leuk baantje hebt gevonden als kassière. Ja, maar ik zie er tenminste niet uit als goedkope veredelde speelgoedstofzuiger. Ah, ik zie er in ieder geval uit. Jij niet. Hoe durf je? Oude, roestige, zwart-wit tv. Ziek tweedehands broodrooster. Jij bent enkel ontworpen als huisvrouw. Nou, dat wil je stoken. Wat pik je uit? Hey, wat is er aan de hand? Geen idee, maar ik zet mijn geld op dat ding met die metalen rug. Sorry, zei u dat geld? Welkom bij het gevecht van de eeuw, mensen. Voor het te verwaarlozen bedrag van 5 eurotjes plus de aanschaf van 2 krabburgers krijgt u het antwoord op de evenoude vraag. Wat is nou beter? De hoge snelheidsprocessors? Ik ga je moederbord laten ratelen. Of ouderwetse transistorbuizen en diodes? Ik ga je videokaart in tweeën breken. Kom maar op. Wat? Zo komen we geen stap dichter bij het geheime recept! Dat zal je algoritmes fragmenteren. Ah! Plankton. Oh! Hij is gewond! Gooi je de handdoek in de ring. Jij misgekalibreerde mannenverslinster! Jij blijft met je tengels van mijn vent af. Plankie, zeg toch iets. Breng me naar huis, schatje. Al ben je dan een klein mislukkelingetje. Ik kan niet lang boos op je blijven. Oh, Karen, start alsjeblieft weer op. Ik beloof je dat ik je nooit meer zomaar zal inruilen. Wat is er gebeurd? Je had heel even een wegtrekkertje, Poppy. Kom mee, dan gaan we samen naar de maatemmer.
schatje? Ik had toch zo'n rare droom? Ik droomde dat er een tweede Karen was. Een tweede Karen? Dat is ook raar. Er gaat niks boven een middagje naast mijn computervrouw naar al het gepeupel kijken. Oh, ik hoop niet dat mijn monitor doorbrandt. Ach, daar zorg ik wel voor, schatje. Oh, Lanton, je bent zo'n zorgzame echtgenoot als je niet bezighoudt met dat stomme geheime recept. Daar is hij, die stomme idioot. Je bent aan de beurt, Krabs. Oh, Plankton. Naar wie sta je te roepen? De bediening. Ze zijn hier erg langzaam. Heb je niet druk, Plankton? Laten we genieten van de eerste romantische quality time na al die jaren samen. Duw me maar weer naar boven. Naar boven, Grully. Wilt u misschien een hapje, meneer? Is dat wierkaas? Die snack is net zo groot als jij. Wat ben je weer grappig, Karen? Was lekker getrouwd met een homp kaas? Dat is het. Hoorde jij dat ook? Ik zou zweren dat ik dat plankton hoorde. Ja, ik ook. Nou ja, nog maar een keer een dek rond. Ik ben gewoon uitgeput. Lekkere middag, hè, schatje? Ik was even in de slaapstand gedommeld. Oh, wat een geweldig idee om zo'n weekje aan de dagelijkse sliepende sleur te ontsnappen. Ja, zeg dat wel. Blijf zitten, dan masseer ik je wieltjes even. Oh, wat word ik daar lekker lang van. Welterusten, schat. Wat het ook is, ik wil het eten. Kijk eens aan, meneer Krabs. Ja, volgens mij was ik hier aan het zitten. Volgens mij gaan wij goede zaken doen tijdens deze cruise. Dit zou wel eens een zeer lucratieve gratis vakantie kunnen gaan worden, als je het mij vraagt. Verse krabburgers. Koop hier uw verse krabburgers. Goedemiddag. Ik zou heel graag uw recept, ik bedoel, verse krabburger kopen. Let op hoe ik die vent bedrieg. De krabburgers kosten vandaag slechts 100 euro. Goedkoop. Alsjeblieft, meneer. Welkom, lieverd. Hey, wacht eens even. Er zit visaas op dit biljet. Hey, makker, waar komt dit vandaan? Uit dezelfde ruimte waar dit naartoe gaat. Het laboratorium van de maatemmer. Fijn zaken met je doen, Krabs. Hey! Blijf staan, meneer. Laat dit maar over aan uw trouwe bediende. Voor jou, groot. Ik wist dat je ergens mee bezig was. Je hebt me weer eens gebruikt voor je rare plannetjes, egoïstisch stuk ongeluk. Mijn tweede huwelijksreis. Ja, ja. Ach, technisch gezien je eerste. Ga je nu terugkrabbelen? Je laat me geen andere keuze dan nu meteen mijn vakantieinstellingen terug te draaien. Oh, dat is misschien niet zo'n heel goed. Ik zit helaas nog in mijn proeftijd. Al die klanten. Oh, mijn vakantie valt in het water. Dankjewel, lieve kleine goddelier. Dit
dit is absoluut de mooiste huwelijksreis, vind ik. Welkom in Stijgsteen in, meneer. Mijn naam is Harm. Kan ik u inchecken? Geen idee, kunt u dat? Jawel, Stijg. Patrick Ster, kamer 108. Uw sleutel. En wij horen het graag als we iets kunnen doen waarmee we uw verblijf kunnen verengen hebben. Mag ik een koffer, meneer Ster? Nou, ik heb geen koffer. Oh. Komt u maar, uw kamer is deze kant op. Uw kamer. Oh, nee. Is er iets, meneer Ster? Nou, eerlijk gezegd, ik weet niet zeker of ik de inrichting wel leuk vind. Inrichting? Meneer Ster, is het zo naar uw zin? Nou, ik... Het zit hem in de muur. Weet je wat? Laten we alles maar terugzetten zoals het stond in het begin. Het zwembad is een van onze rustgevende faciliteiten. Oh, een zwembad! Waar is de duikplank? De duikplank? Oh, de duikplank wordt gehaald. Hey. Uw duikplank staat klaar. Oké. Het zwemt lekker rond. Oh nee! De reddingsbrigade wilde langs. Is alles oké, meneer? Dit vraagt om ZRP. Zuurstok, reanimatiepoging. Zo zwak. De kracht. Kom terug. Ik heb best honger. Komt u mee? Uw slabbetje, meneer. Wauw, wat een luxe hier. Uw krabburger is in hand op. Geen fooi! Hey, wat is dit voor restaurant? Waar blijven de artiesten? U heeft helemaal gelijk, meneer. Kijkt u naar de Squarepants Revue? Ja, heel saai. Saai. 3, 2, 1 en opzeggen. En hoe vond u dat? Heel vlammend. Ach ja, wat heet? Nee, het staat in de fik. Wat? Oh nee, beste hamburger! Patrick, wat doe je in mijn bed? Oh, dat hotel hiernaast is te lawaaierig. Hier daarentegen is het vredig en gezellig. Welterusten, SpongeBob. Word wakker, Knully. Huh? Oh, hi, meneer Krabs. Heb je weer die vervelende droom? Lacht Patrick weer naast je. Hey, nou trusten, Knully. Wel trusten, meneer Krabs. Kunt u karate? Ik kan niet alleen.
alleen karate. Hij is karate. Dit is de legendarische karatemeester Fuzzy Eekhoorn. Fuzzy traint me voor de allerhoogste karateband. Maar Sandy, jij hebt toch al een zwarte band? Klopt, maar er is nog een hogere band. De zwartere band. Nou, had ik maar een karateband. Als jij een band wilt, moet je die verdienen. Oké, en hoe doe je zoiets? Heb je soms poep in je ogen? Waarom denk je dat ik hier ben? Huh? Ik ben de machtige eik en jij bent een jong boompje. Het spijt me, dat snap ik niet. Fuzzy Eekhoorn scheet het kaf van het koren. Nou, Die laatste werkt meestal wel. Fuzzy probeert te zeggen dat hij hier is om te beoordelen wie wel en wie niet een karateband verdient. Maar hoe kan hij dan zien wie het wel of niet waard is om een band te dragen? Het is heel simpel, aan de hand van een serie testen. En als je slaagt, krijg je van mij een band en kun je echt karate. Gezakt voor mijn karate-examen. En daarom zeg ik ook altijd, probeer nooit nieuwe dingen uit. Niet doen. Doe waar je goed in bent. En blijf dat doen. Doe waar je goed in bent. Octo heeft gelijk. Wil je echt geen zuurstofhelm op? We zijn zo weg. Een karatemeester kan uren zonder zuurstof. Wat een lenige bediende. Het kan ermee door. Het blijft een frietbakker. SpongeBob, 420 bestellingen. Top, komen we eraan. Zo, daar moet je een slangenmens voor zijn. Eenvoudige gymnastiek. Ha, een kung fu wannabe. Ben je nu overtuigd? Zo vaak gezien. Hey SpongeBob, ik wil een krabburger in 12 stukken. 12? Oké. Kijk eens, Andy. Die lompe knul is toch handiger dan ik eerst had gedacht. Wat zei ik? Niet zo snel, eekhoorntje. Ik weet het pas echt zeker als ik hem zelf heb getest. Ja! Het is leeg. Ja! Ik vergeet de friet helemaal. Goed, je bent een waardig tegenstander. Met het koudbloedig hart van een krijger. Oh, wat zijn jullie krabbergetjes toch lief. Er klopt alleen iets niet. Het zijn de uitjes. Ze zijn oud. Hij gaat in de aanval. Het is tijd om hem te breken. Zo hoort het, SpongeBob. Krijgt hij nu een band, Fuzzy? Of ben je nog steeds niet overtuigd? Sandy, jij vroeg mij ten dans, maar het universum wil niet meewerken. Huh? Oké, bijna gaar. SpongeBob, ruik de vibratie. Oh, de friet! Weer bijna vergeten! Krabburgers! Komen eraan! Eén grote friet! Ja! Ja! En hier nog een friet! En ketchup! Oeps! Ja! Hermes! Oh, Fuzzy! Oh nee! Meester Fuzzy, gaat het een beetje? Ik heb me nogal vergist, SpongeBob. Je hebt Fuzzy verslagen. Met overtuigend karate. Je bent nu een karate-meester. Hier, voor mij? Bedankt, meester Fuzzy. Oh, meester, u ziet er beroerd uit. Sandy, wat mankeert de meester? Ik denk dat ik het weet. Hij wil een helm. Ik zeg niet praten, maar doen. Sandy kan je door te volharden in je vertrouwen. Ben je vanaf heden eigenaar van de zwarte band. Top, Fuzzy! Waarom zet het universum mij in mijn onderbroek? Beetje
zeker dat je hiermee wilt doorgaan. Ja, maar schiet op! Schiet alsjeblieft op! Mama! Ja, ja, dit gaat pijn doen! Het is niet klein! Dat viel me alles mee! Oh, daar gaat ie! Zeg jij het maar. Bolzaai! En mijn volgende doel is het geheime recept van de krabburger. Wat? Wat ziet alles er toch vreemd en ook schitterend uit? Te zien? Hé, hey, makker, wat ga jij doen? Ik dacht dat ik iets ging stelen. Ik zou niet weten waarom. Dus ga ik maar genieten van deze fantastische dag! Oké, toedeloe! Schatje, ben thuis! Zo, jij bent goed gemutst. Heb je het geheime recept eindelijk te pakken? Recept? Welk geheime recept? Ik ben het recept vergeten! Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Het komt door dat tweede oog van je. Je schurken-DNA is vermengd met het DNA van de goedhartige SpongeBob. Je was een slechterik en nu niet meer. Je bent zo onschuldig geworden als die hamburgerkok. Onzin! Je verbeeld je weer dingen. Denk je? Zullen we het dan maar even testen? Ja. Zeg maar wat je ziet in deze inktvlekken. Ik zie een schitterende vlinder. Nee, nog een keer. Waar doet dit je aan denken? Ah, wat een kleine lieve puppy. De DNA-cellen van die spons hebben je hele zienswijze veranderd. Ja, kom, een paar inktvlekken bewijzen toch niks. Ik ben en blijf een slechterik en ik ga nu meteen het geheime recept van die krabburgers delen. Kijk nou. Het recept van de krabburger. Krabs is zeker gek geworden. En vanwege je promotie krijg je 10% minder salaris. Snap je dat, knul? Helemaal, meneer Krabs. Hé, hey, Eugène. Ben je soms iets kwijt? Ah, het recept van de krabburger. Precies, Krabs. En heel toevallig zag ik het zomaar op straat liggen. Dus bij deze geef ik het terug. Kijk eens. Hé, hey, hier stinkt iets en dat zijn niet mijn oksels. Wacht eens, jij had het recept in handen. Waarom ben je er niet vandoor gegaan? Ik ben niet vandoor gegaan? Eens denken, waarom eigenlijk niet? Omdat ik dan zou stelen. Sinds wanneer maakt jou dat wat uit, Plankton? Oh, dat komt door dat tweede oog. Ik moet van dat onding af. Ik wil weer een eenoogige worden. Kijk eens aan. Ik geloof niet dat ik die karakterverandering helemaal vertrouw. Meneer Krabs, ik denk echt dat Plankton veranderd is. Hij moet juist aangemoedigd worden. En ik weet wel hoe we dat kunnen doen. Ja, ja. Mijn boevenloopbaan is voorbij. Hey, waarom is het hier zo donker? Verrassing! Ah, de maatnemer wordt overvallen. Ik geef me niet over. Ik vecht. Oh, dit is geen overval. We zijn hier om je te bedanken voor alle goede daden die je de laatste tijd hebt verricht. Jij krijgt van ons een lekkere dikke knuffel. Wat? Nee, niet knuffelen. Geen knuffel. Ja! Hij is weg. Dat walgelijke brave oog is eindelijk weg. Genezen. Bedankt, jullie allemaal. En vooral jij, hoor, SpongeBob. Hey, heel graag gedaan. Bam, dankzij jou ben ik weer een slechterik. En als teken van mijn pure dankbaarheid gooi ik jullie allemaal de tent uit. Met mijn infrarood veiligheidsaanvalslaser. Niet te geloven! We gaan onze held ontmoeten! Mossel G!
gezelschap te verkeren van easy zielsverwanten. Ben ik het helemaal mee eens. Het is lekker om te socializen met echte diehard jazzliefhebbers. Jij zegt het, dame. Ik ben al een diehard fan vanaf vanmorgen 6 uur. Zijn jullie allemaal klaar voor de show van Muscle G? Heb jij dat luidruchtige ettertje meegenomen? Ik? Nee, nee, natuurlijk niet. Ik zie jullie, hè, mosselmannen. Hou die opvliegers van je vriendje onder controle. Wil je even gaan zitten en je mond dicht houden? Welkom in Sint Jessicus. Zijn jullie klaar om zachtjes met de voetjes mee te tikken? Ga er maar lekker voor zitten, want hier is de koning van de Easy Jazz, Muscle G. Alsof Neptunus daar zelf staat te blazen. Neem me niet kwalijk. Heb jij ketchup? Nee, meneer. De ketchup? Patrick, wat kom jij hier doen? Twee woorden, SpongeBob. Ja, zo. Ja, twee woorden, Patrick. Ga weg. Wat was dat? Oh, nee, vergeet het maar. Jij komt niet aan mijn backstage pak. Maak je niet druk, Octo. Jij bent de grootste Muscle G-fan van ons twee. Hier, neem mijn backstage pas. Buikje wil meer. Oh, nee. Tja, ik wil die backstage pas terug. Al moet ik die gast in tweeën scheuren. Oh, en wat gaan de heren doen? Nou, een vriend van ons. Ja. De ins en outs interesseren me niet. Hou je mond en ga terug naar je plaatsen. Oké, gelukkig hebben we onze plaatsen nog. Had je soms een probleem, tentakelhoofd? Ja, ik heb een probleem. Dat zijn mijn plaatsen, domme ezel. Ik ben even weg en jij gaat op mijn plek zitten. Jij gaat fijn wiepen. Ja, jee, de avond is verpest. Een catastrofe. En ik heb Muscle G ook niet ontmoet. Oude jazzybakker, bedankt voor het voer. Deze kant op, meneer G. Ik ben al een uur toe aan de pauze. Uw kleedkamer is deze kant op. Hey, wacht eens heel even. Wie heeft hen binnengelaten? Dit is verschrikkelijk. Die twee gaan eruit. Nee. Mee eens. Die klarinet klinkt kansloos, maar die ukulele, geniaal. Kijk, die voet is, net als ik, heel muzikaal. Mag ik jou iets vragen? Hallo, Mossel. Het is een eer, hè? En hoe mag ik jou noemen? SpongeBob SquarePants. Kom, mijn protégé. We gaan het publiek laten kennismaken met het geluid van hemelse muziek. Muscle. Dames en heren, ik zou graag een speciale gast op het podium willen uitnodigen. Meneer SpongeBob Jazzpants. Maar ik ben een muziekjuf! La 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 la! Oh, SpongeBob, wil jij je lieve? Laat rust.
Wil jij je lieve oude baas een plezier doen en zijn knappe dochter van haar eendemossels afhelpen? Die gunst wil ik u graag verlenen, lieve oude baas! Ik weet het niet hoor, SpongeBob. Het schoolfeest staat praktisch voor de deur en die stomme eendemossel wordt alleen maar groter. Ja, geen paniek. Dat ding is weg voordat je het weet. Ik weet echt wat ik doe. Weet je het zeker? Laatst had mijn vriend Patrick een eendemossel zo groot als een king-size krabburger precies bovenop zijn voorhoofd. Maar geloof me, toen ik klaar was hebben we die eendemossel nooit meer gezien. Echt? We zijn naar een hypnotiseur geweest. Je bracht Patrick naar een hypnotiseur? De eendemossel. Die werd verteld dat hij een pelikaan was en moest gaan overwinteren. We hebben die pelikaan nooit meer gezien. Je zei net dat het een eendemossel was. Wat zei ik dan? Pelikaan. Het was een knappe hypnotiseur. Nog meer. Ik stond me gewoon te wassen met water en zeep. Water en deze zeep? Ja, maar wat? Nou, deze zeep ruikt zo fantastisch vandaar. Ik ken dit aroma ergens van. Oh, het spijt me. Wil je ook een snuifje? Nee. Nou, ik wel. Hallo? Is daar iemand? Parel? Meneer Krabs! Blijf daar niet staan, knul! Help eens een handje! Soms zit hij gewoon een beetje vast. Meneer Krabs, wat is dat voor ding? Oh, dit is mijn oude zeeppers. Zeeppers? Precies. De zeep die Parel en ik gebruiken komt uit deze machine. En het mooiste is... het apparaat draait voor de volle 100% op overgebleven krabburgers. Overgebleven krabburgers? Hier worden de meest waardevolle ingrediënten aan het product onttrokken. En na een kort afkoelingsproces zweven de heerlijke stukjes zeep als snoepjes op de lopende band naar buiten. Vers en stimulerend. Vers en helemaal gratis. Oh, en daarom ruikt het dus zo bekend. Zeg, meneer Krabs, als Parel hier ooit achterkomt. Aha, dus ik gebruik zeep die gemaakt is van krabburgers? Krabburger extracten. Dat is vet! Nou, als je wilt gaan muggen ziften en zo. Papa! Ik moet weg. Veel plezier. Die eendemossels zullen nooit meer van mijn gezicht verdwijnen. Mijn jeugd is me voor altijd ontnomen. Luister even, Parel. Ik heb meneer Krabs beloofd dat ik jou zou helpen. En dat ga ik doen ook. Wat denk je daarvan? Aan de bikinibroekers schoolfeest was voor mij een kans om een keer te stralen. Wacht eens even, Parel. Zeg dat nog eens. Oké. Het aanstaande bikinibroekers schoolfeest was voor mij een kans om een keer te stralen. Hou hier stoppen. Ik heb een idee, denk ik. Ben je nou klaar? Het is klaar. Ogen dicht. Oh, meidje gaat stralen. 1, 2, 3. Tada! Wat vind je? Ik weet het niet, SpongeBob. Wat zullen mijn vrienden zeggen? Dat zullen we snel weten. Weet je het zeker? Shh. Komen ze. Parel, we komen je halen voor... Oh, wauw. Je ziet er echt geweldig uit. Echt waar? Nou, eigenlijk niet geweldig. Stralend en blinkend en geweldig. Oei! Op naar het bikinibroekers schooldansfeest. Een tijdje op Gerrit passen.
ze. Ga je de wijde wereld in? Wat? Goed plan, man. Ik heb spullen voor je. Je hebt er zo eentje nodig. Nee, je snapt het niet. Ik ga op verjaardagsvisite bij mijn oma. En tijdens mijn afwezigheid vertrouw ik Gerrit toe aan mijn allerbeste vriend Patrick. Ik snap het. Hij is veilig hier. Mauw. Je hebt toch nog wel ruimte voor een toetje, SpongeBob? Oh, oma, wat een verwennerij! Het is jouw verjaardag! Ik hoor jou te verwennen! Oh, ik weet wat jij lekker vindt. En ik weet hoe gek je bent op je slak Gerrit. Dus ik heb speciaal voor jou een gelatinetaart gemaakt. Gerrit! Oh, Gerrit! Hij is veilig hier! Wauw! Oma, mag ik even telefoneren? Oh, natuurlijk. Dank je. Ja, hallo. Patrick met SpongeBob, hoe is het met Gerrit? Met, oh, Gerrit. Ja, heel goed. Blijkbaar heb je alles goed onder controle. Vergeet Gerrit niet je bad te doen. SpongeBob heeft gelijk, jij moet hem bad. Oh, dat vergeet ik bijna. Slakkenwoer. En dat scheelt mooi ook nog eens een paar liter water. Gerrit, niet uit het bad eten. Je moet erin baden. Kom maar, jochie. En nou dit moeilijk gaan doen, Gerrit. Gerrit! Ja, daar ben je. Ja. Als jij niet naar het bad komt, dan komt het bad gewoon naar jou. Jij bent een brave slak. Goed, let op. Nee, zo erg was het toch niet, hè? Zo, nu gaan we je eens flink afdrogen. Ik kon alleen helaas geen zout vinden, dus moeten we wat improviseren. Zo, dat voelt vast een stuk beter. Oké, eens kijken. Hij heeft gegeten, is in bad geweest. Tijd om tv te kijken. Heel snel, Patrick. Gaat alles goed daar? Met wie spreek ik? Met SpongeBob. Is Gerrit oké? Oh, guys. Hij is wat? Hij is wat, Patrick? Waar is Gerrit? Wat is daar nou aan de hand? Ik moet erheen! Oma! Oma! Wacht even. Ik moet nog even een paar kaarsjes uitblazen. Gelukt. Oh, maar oh, ik ben vreselijk moe. Oh. Nou, dan moet je maar naar bed. Wel, rust, oma. Maar het is er toch een lieve schat. Hou vol, Gerrit. Gerrit. Oh, ik ben thuis, bakker. Patrick, een slaapverhaaltje voor, zie ik. Slak lekker. Dat is een goeie. Slak lekker? Ik vond het al zo slaapverwekkend. Hi, meneer Krabs. Moet ik vandaag toch komen werken? Oh, hi, Sandy. Ja, ik ben niet ziek, maar... Ik op jouw huis passen vandaag? Heel graag, SpongeBob. Het is misschien kort dag, maar weet je... Lijkt me enig.
Oké, SpongeBob. Mijn huisje is een hoogwaardig technisch bouwwerk waarin leven het hebben van enig verstand vereist. SpongeBob, volg je me nog? Hier heb ik een lijst met dingen die je wel en die je niet mag doen. Oh, dat is niet zo moeilijk te onthouden. Het is een grote zwarte vlek. Het is veiligheidspapier. Je hebt een speciaal soort loop nodig. Luister, let heel goed op. Ik ga je wat meer vertellen over een aantal gecompliceerde aangelegenheden. Dit majestueuze bouwsel is mijn broeikas. Alles werkt hier volledig automatisch. Alles wat je hoeft te doen... Wauw! ...is af en toe de thermometer checken om te kijken of de temperatuur normaal is. Normaal. En dit is het robotpakhuis. Hier bewaar ik al mijn robots. Dat lijkt me logisch. Dit is vrij simpel. Het enige wat je hoeft te doen is de robots tellen om te zien of er niet één vandoor is gegaan. Ik moet zeggen dat je uitstekend oplet, SpongeBob. Ik respecteer jouw accuratesse. Oh, nou bedankt, SpongeBob. We werken de lijst verder af. En last but not least, mijn verzameling uiterst zeldzame kunstvoorwerpen die 2 keer per dag moeten worden afgestoft. En denk je dat je het allemaal aan kan, SpongeBob? Tuurlijk, Sandy. Maak jij nou maar geen zorgen. Jouw mooie huisje is in 2 competente handen. Zeker weten? Ja. Echt heel zeker weten? Zeker weten. Oké. Oké, Patrick, nog 1 keer. Wat ga jij vanaf nu doen? Nergens aankomen. En verder? Niks meer aanraken. En? Nergens naar kijken. Ja, en? Tot? Wanneer? Totdat SpongeBob klaar is met oppassen. Je bent braaf, Patrick. Zo, dat is geregeld. Dan ga ik... Ja, Patrick. Mag ik? Patrick, hoe vaak wil je nog zeggen dat... Het blijkbaar toch niet aan. Ik heb gefaald. Hey, makker. Het is een stuk minder erg dan het lijkt. Ja, en hoe kom je daar dan bij? Nou, niet alles is kapot. Sandy! Hoe was de uitvindersconferentie? Heb je nog souvenirs meegenomen? Grappig dat je dat vraagt, zeg. Oh ja? Yep, ik heb iets heel bruikbaars meegenomen. Ik zet hem aan op maximale schietkracht. Nou, SpongeBob, dit was dus ons laatste samen zijn. Dat ik zo aan mijn einde moet komen. Door het toedoen van een eekhoorn? Nee, met een vissen komen op mijn hoofd. Succes! Experiment! Precies, jongens. Ik wilde dat jullie de boel flink zouden slopen, zodat ik deze alles terugdraaiende laserblaster kon uittesten op mijn eigen terrein. Ik kon de tent natuurlijk ook zelf afbreken, maar niemand kan zo vernietigend zijn als jullie. Je bent geen loser, SpongeBob, maar een wetenschapper. Wat doe jij in koude kippen?
met spikkeltjes nam in mijn raket. Ik moest even redden. Ik liep daar langs en ik kwam. En die vent begon te tellen. Lancering. Blijven zitten. Ik kon de lancering niet meer afblazen. Doe als de wiener weer, ga je gordel om. Het ziet er naar uit dat je naar de maan gaat, vriend. Echt waar? Ja! Luister, SpongeBob. We hebben ons kamp opgeslagen, dus is het tijd voor het maankraterborden. Wat is maankraterborden? Heel simpel. Twee borden, één krater en gaan! Ja! Dan even een flippertje in de hoeda. Hi-ha! Er gaat niks boven extreem sporten zonder zwaartekracht. Oké, nu jij. Oh, poe. Ik weet niet hoor, Sandy. Ik vind het doodeng. Ah joh, kom op SpongeBob. Geloof me, het is een piece of cake, echt. Ik weet wat pies is en ik ben verzot op cake. Dus oké, ik probeer het gewoon. Dit is vast niet de bedoeling. SpongeBob is blijkbaar te licht voor in de ruimte. SpongeBob, probeer het touw te pakken! Oké! Hermes, ik wil... Wauw, SpongeBob! En hoe noemen we die? Interessant! Ik zou ook graag willen leren. Let op, Sandy! Oké, zonder te kijken en dan op slechts één been, tong eruit, draaien en dan... botsen tegen de rand van de raket. Heel niet slecht, SpongeBob. Maar dit was meer de zonder te kijken op slechts één been, tong eruit draaien en dan botsen tegen de rand van de benzinetank move. Oeps. Kom op, SpongeBob. We moeten nu, voordat de tank leeg is, naar huis. Oh, wacht, ik moet nog iets heel belangrijks doen. Zo. Zeg, gaan we het echt wel redden, Sandy? Als de tank het houdt, is er geen reden voor paniek. Zonder de motoren hebben we geen besturing. We gaan nu veel te stijl. Is dat slecht? Alleen als je zin hebt om verzwolgen te worden door een monstervuurbal. Nou, in dat geval... monstervuurbal! Sandy, wat ga je nu doen? Ik ga deze stier bij de horens vatten. Verzwolgen worden door een monstervuurbal. Daarom probeer ik de neus omhoog te houden. Kijk uit. We gaan nogal knallen als we de dampkring raken. Sandy, het spijt me dat ik je vakantie naar de maan heb vergald. Vergald? Ben jij gek? Je hebt mijn vakantie niet vergald. Zoveel lol heb ik in tijden niet gehad. Zodra de raket gerepareerd is, gaan jij en ik meteen naar Mars. Kom, laten we maar een taartje gaan eten. U riep, meneer Kraps. Dat klopt. Ga maar even zitten, Knully. Mijn heren, ik heb een korte mededeling. Vanaf morgen is de Kokante Krab gesloten. Halleluja! Relax, Knul.
Ik ga gewoon even een paar dagen op vakantie. Even eruit, Krully. De krokante krab kan best een weekje op het droge liggen als ik met Parel geniet van een welverdiende vakantie. En ik hoop te stiekem dat jij zin hebt om mee te gaan. SpongeBob, dat jij zin hebt om mee te gaan. SpongeBob, dat jij zin hebt om... Voor een mooi prijsje natuurlijk. Dus, lijkt je dat wat, Krul? SpongeBob, SpongeBob. Ja, graag. Leuk, kom oogjes dicht. Laat je verrassen. Coole Hunk Museum, Coole Hunk Museum. WC, WC. Oké. Arrivé! Doe de ogen maar weer open! Hey! Het Coole Hunk Museum! Net stond het er nog! Oh, wat een pech, lieve! Zoiets kunnen wij toch niet betalen? Wij gaan liever daarheen! De munt van Bikinibroek! Hier wordt al ons geld gemaakt! Heb je ooit van je leven zoiets moois en wonderbaarlijks gezien? Ik ga er dus echt niet naar binnen! Dan zit ik liever op de ruïne van het Coole Hunk Museum! Nou, Krully, dan gaat het toch om jou en mij. En natuurlijk de munt. En in de ruimte hier links van mij kunt u zien hoe grote zilverplakaten worden gesneden tot blinkende blanke muntstukken. Die worden verzameld en daarna in partijen van 1 miljoen munten vervoerd naar de munterwerkplaats. Wat 1 miljoen blanke blinkende zilveren muntjes? De munt. Oh, dat zat er natuurlijk dik in. Fijn, SpongeBob. Ah, gedaan hoor. Oh, ze gaan gewoon verder zonder ons. De blanke munten komen vervolgens hier terecht. We moeten opschieten, want anders missen we alles. Kom, meneer Krabs. Oh. Meneer Krabs! Ik geloof dat ik hier wel even aan moet wennen. Best leuk, hè, meneer Krabs? Hallo, ik heet Eugène Krabs. En jij? Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Oeh, net op tijd. Oh ja, ik had bijna dat telefoonnummer. Ik ben het zat. Ik heb schoon genoeg van die ongein. Bewaking, gooi deze twee halfgare dorpsgekken de deur uit. Onmiddellijk. Oh, nee. Dit is allemaal een onderdeel van de rondleiding. Neem gerust alles mee. Regel jij dat? Geen probleem, baas. Oh, vergeet het maar, opgeblazen persensnijder. Ik weet nou niet of dit zin had. Appeltje eitje. Ik heb geen honger. Goed gedaan, Krul. U ook, meneer. Ik heb u verkeerd beoordeeld. U bent bij de eerlijke burgers. En daarom willen wij van de munt u allebei graag iets geven. Dit zijn extreem hoogwaardige, speciaal voor deze gelegenheid gedrukte 10 euro biljetten met uw afbeelding erop. Oeh! Wauw! Dat... Bedankt! Ik krijg nog geld van je omdat je mee op vakantie bent. En ik krijg nog geld van jou omdat ik mee ben gegaan op die vreselijke vakantie. Hier zijn die 2 tientjes die ik tekort kwam voor die schoenen. Papa's creditcard zit heel snel aan zijn limiet. Yeah! Schoenen! Oh nee! Kijk! Meer
helemaal mossel, jongen. Wij willen weten hoe het allemaal is begonnen. Jij wilt dus terug naar het prilste begin. Ach, weet je, in dat beginnen was alles hier vreselijk donker. En toen was daar plotseling iets dat we de oerknal noemen. Het creëerde zeeën. Niet het begin der tijden, halve zool die je bent. Ze willen natuurlijk weten hoe wij een superhelden duo zijn geworden. Ah, ik was toch een knappe gespierde jonge man. Ik lag op een dag op het strand te genieten van het lachende zonnetje, toen ik plotseling slaperig werd. Toen sleurde een grote golf me terug de zee in. Help, help, help! En toen realiseerde ik mij dat ik de diepte in werd getrokken door een niets en niemand sparende draaikolk. Al snel had ik geen lucht meer en net toen ik dreigde te verdrinken werd ik gered door zeemeerminnen. Die namen me mee naar de bodem van de zee en gaven me een magische zeester die mij het vermogen gaf onder water adem te halen. Hey, mosseljongen, ook die mosselen onder de waterlijn weghalen, hè? Ai, ai. Die jongen verdrinkt. Ik moet onmiddellijk in actie komen. Wees maar niet bang. Deze man komt je redden. Ik gebruikte mijn nieuwe telekinetische kracht om de mosseljongen zijn lichaam te laten binnendringen. Daar namen ze de plaats in van zijn longen, zodat ook hij onder water kon ademen. Toen besloten we samen als één team verder te gaan. Oh, dus zo is de samenwerking ontstaan. Nee, nee, nee. Ik ben enkel en alleen bij deze oude clown blijven hangen, omdat ik vanaf toen dus niet meer boven water kon ademhalen. Oh, ja. De nooit eerder uitgezonden biografische Meerminman en Mosseljongen special. Zo, het begint. Het verhaal van Meerminman en Mosseljongen begint hier. Schiet op, Ernie. De film gaat zo beginnen. En waar blijft de popcorn eigenlijk? Staat in de magnetron, Tim. Maar in het appartement daarboven deed een kwaadaardige wetenschapper testen met radioactieve mieren. Toen hij per ongeluk een pot met de geïnfecteerde beestjes omstootte. Eén mier kroop door een gaatje in de vloer naar beneden om vervolgens in het haar van Ernie te belanden. Vals als het beestje was, plaatste hij de tanden in het vette voorhoofd. Ernie schreeuwde het uit. Viel achterover. Ja, krijgen we nou! En voordat ze het wisten, zuisten de twee knapen in een vrije val naar beneden. Dwars door het dak van een groot chemieconcern. Beneden plonsen ze in een bak met zuur dat kort daarvoor was aangetroffen in een buitenaards ruimteschip. Een grote golf voerde de twee knapen naar buiten, terwijl er aan de hemel een onvervalse zonsverduistering plaatsvond. Toen bereikte de zuurgolf een terrein waar op dat moment een bom werd getest, zodat onze helden werden blootgesteld aan een uiterst giftig radiumgas. Toen, alsof het nog niet genoeg was, pakten donkere onweerswolken zich bovenin samen en werden ze getroffen door een neonverlichte bliksemstraal en een radioactieve neerslag die door centrifugale krachten en elektromagnetische turbulentie 2000 kilometer verderop een aardbeving veroorzaakte in het centrum van een grote jungle. Een magisch kristal kwam omhoog en bracht Ernie en Tim, aangedreven door gamma-energie, naar veilige hemelgebieden. Niet rekening houdend met de vele reclameborden die de vrije doorgang voor vliegende objecten kunnen versperren. Onze helden werden met veel kracht gelanceerd en vlogen regelrecht terug naar hun appartement. Alwaar. Hé, hey, de popcorn is klaar. Ze gewoon verder konden gaan met film kijken, genietend van een licht aangebrande popcorn. Hij is wel een beetje aangebrand. Plotseling werden onze twee superhelden in spe overvallen door een schok kosmische superenergie die Ernie transformeerde in een ongelooflijk sterke superheldenkostuum dragende superheld. En Tim in een iets minder sterke, toch eveneens superkrachthoudend matroosje. Ik heb de dringende behoefte om ineens water in te ademen in plaats van lucht. Ja, ik ook. En zo ontstonden de superhelden die wij vandaag de dag kennen als... Meerminman en Mosseljongen, bewakers van de diepte. Alsof het gisteren was. Vind je ook niet, Meerminman? Nee, dat heb ik niet. Oh, heb je hem weer. Maar wat vinden jullie, jongens? Oké, Patrick, de licht aangebrande popcorn is klaar over 12 minuten. Dit gaat gewoon vet kicken worden. Ja, echt superhelden vet kicken. Nee, stop. Jullie zijn ongeschreven superhelden.
gasten daar zijn gestuurd. Ze zijn helemaal gek bezig. Zeg, wie maakt dan hier zo'n trabbeland? Ja! Kom terug. SpongeBob, waar ben jij in zeemosselsnaam mee bezig? Willy Krabs, het was doodeng. Patrick en ik zijn tegen een stel spook opgelopen. Tegen wat? We lagen te relaxen en toen viel er een woonboot uit de lucht. Ik ben vol met spoken. Ja, echt een spoken. Geen gewoon wat. De kapitein gaf ons deze munt en de opdracht een nieuwe pakkingring te kopen. En hij nam onze ziel, stopte ze in een flesje en we worden ook geest als we niet terugkomen. U moet ons helpen, meneer Krabs. Ik voel me zo leeg zonder ziel. Meen jij dat van die munt? Laat eens kijken. Ziet er redelijk echt uit. Hij ruikt echt genoeg. Pak aan, Octo! Hey Patrick, komt-ie! Wat? Geweldig! Terug naar de gulle wereld. Oh, ik laat een vriendje achter. Het lijkt wel of je zal vastzit. Wie komt er aan mijn goud? Oh, wij zijn het maar, meneer de spookkapitein. We hebben een gloednieuwe pakkingring bij ons. Dus als het zo verder in orde is, dan zou ik heel graag mijn zieltje terug willen hebben. We hebben een deal en ik ben een man van mijn woord. Alsjeblieft, vierkant. Ah, voel dat even goed. Komt-ie, zeester. Alweer? Mijn ziel. Dat waren geen zielen. Dat waren gewoon twee flesjes sinaas die te lang buiten de koelkast hebben gestaan. Ik dacht al, de prik is er helemaal af. En onze echte zielen dan? Tja, die hebben jullie zelf. Een ziel stop je niet zomaar even in een flesje. Nou, dat is dus geregeld. Wil ik het nog hebben over... mijn goud! Ik dacht het niet. Die muntjes zijn namelijk van mij. Hey, doorzichtige gouddief. Ik heb dit goud eerlijk van je gestolen. Hey, dat is grappig. Hier staat dat de kist eigendom is van de Vliegende Hollander. De Vliegende Hollander? Ben je niet bang dat hij het terug wil? Nee. Wij waren vroeger zijn bemanning. We hebben dit honderden jaren geleden gestolen. Hij heeft ons nooit kunnen traceren. Gaat ook niet gebeuren. Eindelijk. Dieven, bereid je voor op een zeeslag met de Vliegende Hollander. De Hollander, hoe heeft hij ons hier gevonden? Er is een verrader in ons midden. Ziezo, het is een ieders plicht diefstal aan te geven. Jij schurftig stuk glazenwasser gereedschap. Jij gooit alles in het honden. Dit is mijn wereld. Kom hier, lafhartige, onzeewaardige beurzensnijder. Kapitein, ben ik even blij dat we u hebben gevonden. Blij? Mijn eigen oude bemanning heeft mijn goud gestolen en mijn boot. Goud gestolen? We gingen gewoon een pizza halen. Ja, dat was 300 jaar geleden. We zijn verdwaald. Maar we hebben al die tijd naar u gezocht. En we hebben uw goud netjes bewaard. We moeten... Dan heb ik jullie verkeerd beoordeeld. Het spijt me dat ik al die dingen dacht. Dubbel doorzichtige verrader! Als ik jou te pakken krijg dan! Dames en heren, pak hier allemaal uw gratis vismonster! Hey, zei die nou dat het met gratis is? Ik heb het over gratis! Oh, we zijn dol op gratis! In dat geval... Zo blij
blij dat ik vandaag de deur ben uitgegaan. Dat bedoel ik, mensen. Tast maar toe. Maar doe rustig aan en niet te veel knoeien. Met dit plan ga ik Kraps absoluut ruïneren. Heerlijk. Wat is dit? Ach, wat maakt het jou uit, Walle meid? Het is gratis. Oh, dan is het vast heerlijk. I love gratis. Smullen maar! Ik wist niet dat dit aas zo slecht was. Ik moet maken dat ik hier wegkom voordat de sfeer straks omslaat. Hey, die gifmenger gaat er vandoor. Dit moeten we niet pikken, mensen. Kom, laten we hem... grijpen. Als iets gratis weggeeft, dan worden ze toch ook niet zo boos? Als Kraps iets gratis weggeeft, dan vergiftigt hij de mensen niet, want hij bewaakt altijd de goede naam van zijn restaurant. Ja, je zult wel gelijk hebben, Karen. Gratis krabburgers! Tast toe! Dit is een eenmalige aanbieding! Gratis krabburgers? Wat is er aan de hand? Heb je het niet gehoord? Ze geven daar gratis krabburgers! Ik ga werken aan de slag. Aan het werk van maandag tot zondag. Ja, ja, dat mag. Moeten laten leeggelopen. Die mensen moeten naar zulke krabburgers eten. Rustig maar hoor. Ik kom eraan. Ik zal daar meteen eens even 100 op de gril leggen. Jij, van die vieze krabburger dingen, vallen gewoon mijn ogen uit mijn kassen. Wat is dit allemaal? De hele stad keert zich tegen me en ik weet echt niet waarom. Omdat de krabburger vreselijk is. De krabburger vreselijk. Die woorden passen toch niet bij elkaar? Lijkt me niet, nee. Maar we zullen deze situatie snel moeten keren. En zo is het, Knul. We moeten alles doen om onze klanten terug te krijgen. We verdubbelen de prijzen. Meneer Kraps, als we de klanten terug willen hebben, moet de prijs dan niet dalen? Nieuwe krabburgers, bereid volgens een heel nieuw recept. Iets nieuws, iets anders, maar nog lekkerder. En ze zijn gratis. Dat kan niet waar zijn. Ik heb zo'n honger, ik eet alles. Ik moet wat hebben. Nee, wacht! Laat het los, het is te laat. Gratis nieuwe krabburgers. Hé, makker, vooruit dan maar. Ik heb niks te verliezen. Nee! Bij de steenbuis van Neptunus, zoiets lekkers heb ik nog nooit gegeten. Kijk, dat gaat weer ergens over. Nou, dit werkt hoor. Nee, wacht! Wat is hier aan de hand? Jullie haten die krabburgers, weten jullie nog? Wauwie! Dit ding is verrekte lekker! Zetje! Het is gelukt met de krabs. De krokante krab is gered. En ik heb alleen maar de oude krabburgers verkocht als splinter nieuw. Ga opzij. Ik probeer een geldengel te maken. Oeh, een geldengel. Mag ik ook eens? Jij wel, SpongeBob. Springen. Da! Dit is de liefste kwalvis die je ooit hebt gezien. En hij prikt dus niet. Zeg Patrick, denk je dat het misschien een of ander nieuw ras zou kunnen zijn? Ik hou deze als huisdier. Wauw!
Ja, ik ook heel veel kwallenvis gevangen. Misschien wij vandaag onze vrienden een kwallenvis geven. Wauw, Patrick, wat een goed idee! Nou, we hebben iedereen behalve Octo een kwallenvis gegeven. Maar ja, die wilde toch geen één. Hij zal er toch geen moeten nemen. Kom maar lekker, vierkantje. Ja, dat zal ik doen, makker. Zorg dat de bedmug je niet prinkt. Dat is een goed advies. Trust, Octo. Er gaat vannacht heel veel geprikt worden. Patrick? Zeg, wat doe jij hier nou? Krabburgers bakken is mijn werk. Ik kom jou en al jouw soortgenoten hier vervangen. Ja, die film heb ik gisteren ook gezien. Oeps, als jij hier komt werken, moet je wel een krokante krabmuts op. Muts. Hey, dat is best een geinig trucje. Ik ga wat potten mayonaise pakken. Geen mayonaise! Lekker liggen dutten, Spongy Bobby. Aha, buurtje. Ja, we zijn gekwalificeerd. Heel goed, kwalificeerd. Trigas! Snel, SpongeBob, de mayonaise! Oeh, dat is waar ook! Hey, hallo, hoe gaat-ie? Wow. Niet zo'n grote mond, stuk kwallenslijm. Inmiddels kennen wij jouw zwakke plek. Spuiten, SpongeBob. Het is hier zo koud dat de mayonaise bevriest. Dan moet je het gooien, SpongeBob. Ai, ai. Oh, nee, de mayonaise is een ijsklomp geworden. Ik zet de kachel wel hoger. Je hebt ons leven gered, SpongeBob. Maar wat moeten we nu doen met al dat groene slijm? Mmm, dit heeft best een lekker kloonkwallensmaakje. Nieuw op de kaart. Krabburgers met een lekker kloonkwallensmaakje. Voor slechts 4 euro extra. Ik graag 1 krabburger. Zonder mij. Dit is het resultaat van een experimenteel groeiserum dat ik maakte. Miljoenen mensen zouden te eten hebben. Inclusief een bekend hamburgerrestaurant. Dat zou de kosten spectaculair omlaag brengen als je het zo ziet. Zodra de testen zijn afgerond, gaat dit serum een boel goede dingen doen. Mag ook niet in de verkeerde handen vallen. Veel figuren zijn alleen uit... Help! Ik word rijk. U zei, meneer Krabs? Zou ik hier even mogen bellen? Hij gaat over. Ik hoor u bellen en ik ben meteen gekomen. Heb jij een krabburger meegenomen zoals ik je wilde vragen? Ah, jij, kapitein. Perfect. Oké, Sandy, geef me nu het groeiserum.
moeten we niet doen, meneer Kraps. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Ach, je zit toch nog in de testfase? Test het maar op een krabburger. Ja, dat zou kunnen. Maar één klein druppeltje. Waarom niet? Hoort die vreselijke stank erbij? Wilt u me verontschuldigen, heren? Ik moet heel nodig een kleine boodschap doen. Hou dit zo lang even vast, ja? Ik ben over 2 minuten terug. Oké, wij wachten wel even. Zo. Maar Sandy zei... Bedankt voor alles, we gaan weer. Nou, die krabburger wordt volgens mij niet groter. Groeiserum. En je verspilt er ook nog een dure krabburger mee. Huh? Meneer Krabs? Snel, ga de krokante krab met dat ding. Dat ding wordt werkelijk loodzwaar. Oh, wacht. Gooi in de boodschappentas. Boodschappentas? Waar heeft u die vandaan? Uit de supermarkt. Maar hoe groot gaat dit ding eigenlijk worden? Macht het uit. Elk kilootje meer is helemaal gratis. Gooi hem op de grill, knul. We zitten klanten te wachten. SpongeBob! Ga je dat ding nog grillen of blijf je ernaast aan kijken? Sorry, Octo. Ik ga nu aan de slag. Alsjeblieft, Octo. Heel goed. Laat maar doorkomen. Afgesproken. Tartaarsaus! Ik vergeet er een om te draaien! Kijk eens aan! Oké, heel mooi, SpongeBob, maar je hoeft me niet de hele tijd achter. Wat denk je ermee? Octo, waarom kijk je zo angstig naar... Wauw, wat is er met je huis gebeurd? Nou, die reuzensojaboon, die werd te groot en die heb ik geplukt om er een enorme salade van te maken. Hebben jullie soms reuzencroutons? Ik word een beetje misselijk. En hoe komt dat, Patrick? Ben je luchtziek? Nee, mijn maag kan niet tegen grote salades. En nu ik die sojaboon heb verslagen, ben ik ook klaar voor die krabburger. Echt waar? Hoe? De puzzelkubus wist het. Jij bent de sleutel tot de oplossing, SpongeBob. Ik moet jou dicht bij de krabburger brengen, zodat jullie contact kunnen maken. Contact maken? Weet je dat zeker? De puzzelkubus weet het zeker. Oké, ik zie de krabburger. Ik ga een touwladder laten zakken, SpongeBob. Oké, dag. Zo, grote krabburger. Nu gaat het tussen jou en mij. Wacht, wat moet ik ook weer doen? Probeer contact te maken. Contact maken? Bedoel je zo? Ja, het werkt. Blijf doorgaan, SpongeBob. Je gaat goed zo. Oh, mijn lichaam. Gevuld met krabburger! Het blaast me op! Nog nooit heb ik zoveel krabburger naar binnen gekregen! Ik heb überhaupt nog nooit zoveel krabburger in mijn sponsoren lichaam gehad! Oké, wat is de bedoeling? Het is weer eens iets heel nieuws, mensen. De voorgekoude krabburger. SpongeBob, 2 halve doorbakken. Begrepen, over. Bestelbaar, er is genoeg. Probeer het nu, ze zijn heerlijk. Zet even het vuilnis voor je buiten. Houd het hier. Dat was kinderlijk eenvoudig. Plankton rakker, het is je gelukt. Aan de kant. Waarom nou de politie? Het is toch maar een zak met afval. Stom met pollenallergie. In de ruimte ben je altijd veilig.
geloven! Normaal, daar zijn mensen die morgen gewoon kunnen uitslapen. Wacht, wat? Hé, hey, handen omhoog en verroer je niet! Oké, mannetjes, tegen de muur. Heel braaf en rustig aan. Je moet me helpen! Sinds ik bij de krokante krab was, zit de hele wereld onder hielen. Het is zo bizar! Normaal, als ik iets uit die tent steel, zit alleen krabs achter me aan. Nooit de hele politie. Jij gaat me helder uitleggen wat er aan de hand is, of je krijgt te maken met mijn bollepel. Ik kan het uitleggen. Die half opgegeten krabburger, dat is niet zomaar afval, maar een kunstwerk. Het is een fortuin waard. Echt waar? En daarom wil meneer Krabs het hoe dan ook terug. Interessant. Ik heb meer in handen dan ik eigenlijk wilde hebben. Plankton, je hebt een onbetaalbaar kunstwerk gestolen. Daar staat jou slechts één ding te doen. Je bedoelt bewaren tot het nog meer geld waard is? Nee, je moet jezelf aangeven. Mezelf aangeven? Wat? Als ik ten onder ga, dan gaan we allemaal. Jij helpt vandaag een kunstdief. Wie dan? Ik, achterlijke spons. Wat? Absoluut. Je bent medeplichtig aan kunstroof, ja? Nee, toch? En jij niet alleen, want Gerrit is ook medeplichtig. Nou. Maar nu ga je echt te ver. Het is de waarheid, criminele handlanger. Hoe durf jij me zo te noemen? En niets dan de waarheid. Hé, wat had ik jou nou gezegd? Ik probeer uit te slapen. Patrick, wat sta je te eten? Nou, de restjes die daar op het tafeltje lagen. Niet slecht. Patrick heeft op dit moment een gestolen kunstvoorwerp in zijn maag. Oh, nou hebben we er een handlanger bij. Hier zijn ze, agenten. Deze idioten blijven maar herrie maken. Ik heb nog geen oog dicht kunnen doen. Kijk eens aan. Volgens mij hebben we hier een kunstdief te pakken. Laat die pollepel vallen. Jullie zijn alle gearresteerd. We gaan het eerst uitzoeken. Hoezo alle? Ik ben toch geen verdachte? Dit zijn die idioten die mij wakker houden. Dat u opheldering kon geven, meneer Krab. Uiteraard, adjudant. Ha, ik laat mijn beste kok toch niet in de patoet zitten. Ik zou glad failliet gaan. En ik ben al een onbetaalbare fiasco kwijt. Meneer Krabs, ik denk dat ik een oplossing weet. Hartelijk dank. Heel veel plezier. Een uitstekend idee, Knullie. Ah, oh, graag gedaan. Volgens mij vindt Patrick het enig. Rut gekieteld. Wat een artistiek genie. Ik stop voorgoed met schilderen. Ik heb recht op één telefoontje. Jij houdt van muziek, toch, Octo? Dan zal dit zeker een mooiste herinnering worden. Hé, dit is niet echt slecht. Ja, ik voel me geloof ik zelfs wel blij. Kijk, je mooiste herinnering wordt geboren. Oeps, dat was een valse noot. Dit wordt niet mijn mooiste herinnering. Wat doen we in het kunstmuseum? Daar hou je toch van? Dan moet hier ergens je mooiste herinnering liggen. Vast. Van het kijken naar al die grote kunstenaars die slaagden waar ik faalde. Mijn kunst zal hier nooit worden. Kijk, au! Wat is... Dit is mijn standbeeld. Hoe komt dat hier? Oh, we zijn net op tijd. Kunstbroeders, dit is Octo Tentakel, de schepper van dit beeld. Oh. Wauw. Jouw werk staat in het museum, Octo! Ja, het is niet te geloven. Dit zou het kunnen zijn. Je mooiste herinnering? Ja. En dan zal nu de kunstenaar Fiasco een paar woorden over dit beeld gaan zeggen. Wauw, mijn held Fiasco gaat iets zeggen over mijn werk. Octo, zeg hallo tegen mijn vlammenwerper.
beste herinnering. Het is hier best wel rokerig. Laten we naar buiten gaan. Wat een schitterend uitzicht. Uitzicht? Oh ja, je bent natuurlijk geblinddoekt. Is het niet pittoresk? Absoluut. Ik heb alleen wel hoogte. Oh, sorry, Octo. We gaan snel landen. Wat? Nee. Oh, help. Ach, wat een uitzicht. Steen, puist en paling. 20 jaar lang getraind en 2 amateurs springen gewoon uit de ballon. Hier, jouw vlag. Huh, stelletje klaplopers, weet er niet eens wat er is. Hé, we zijn de eerste 2 mannen op de top van de Bikiniberg. Dat lijkt me een hele fraaie mooiste herinnering. Nou, ik claim deze berg in de naam van Octo Tentakel. Het is de harde waarheid. Ik zal nooit een mooiste herinnering kennen. En lukt het ooit, dan zal jij daar zeker niet bij zijn. Ik heb een pakje voor een Octo Tentakel. Tentakel, dat ben ik. Nou, kijk eens aan. Dag. Geen afzender, niks. Maar ja, SpongeBob zal er wel in zitten. Oké, vooruit maar. Heb eens! Hij is leeg. Leeg. Net als mijn huidige bestaan. Ik zie alleen maar schaduw voor me. SpongeBob, hou op! Laat me eruit! Ik heb hier helemaal geen zin aan! Met je SpongeBob! Wacht even! Je moet weer naar de Ik heb een feest georganiseerd om je wat op te peppen. Helaas hebben alle genodigden wegens ziekte afgemeld. Maar let op, ik heb van papier-maché wat replica's gemaakt van jouw favoriete persoon. Ik. Wat denk je ervan? Een mooiste herinnering of niet? Je begrijpt het echt verkeerd. Ik wil echt geen mooiste herinnering. Wilt u een toosje paling? SpongeBob. Mijn vrouw en ik gaan een paar dagen weg. Onze vaste bubbelappas is ziek. Zou jij op onze zoon Glimmy willen passen zolang we weg zijn? Alvast bedankt, je goede vriend, bubbelmaatje. Glimmy mag niet in de buurt van scherpe voorwerpen komen. We willen niet dat hij ploft zoals zijn overleden oom Raymond. Nou, het is me toch wat, Gerrit. Of ik op kleine Glimmy wil passen. Oeh, ik ben benieuwd wanneer die dan komt. Er staat hier niks. Wat zal het voor joch zijn? Oh, hey, je bent er al, Glimmy. Kijk nou toch eens wat een schattig joch je bent. Hupsakeetje. Zeg eens dag tegen Glimmy, Gerrit. Och, je bent een schitterend zeepsopmannetje. Ik ga je voorstellen aan al mijn vrienden. Ik vind het echt geweldig, Glimmy Bubble. Oeps, kom maar naar beneden, jij. Octo is dol op mijn vrienden. Dat is niet waar. Je zult Octo best mogen. Het is een grapjas. Vertel eens, hoe was de reis? Je bent niet zo'n prater, hè? Zeker niet thuis. Kom maar later nog wat terug. Wacht, Glimmy, wat ga je doen? Hé, dat mag je niet zomaar doen. Dat is huisvrede, bruik. Haal alsjeblieft nu meteen je vriend uit mijn huis. Waar zit hij? Octo, dit huis
huis staat vol met scherpe en gekartelde spullen. Dat is niks voor een broos klein zeemeeljochie. Oh, daar gaat ie. Hier ben ik. Ik heb hem. Nee. Gebroken glas. Prikkeldraad. Cactussen. Cactussen omwikkeld met prikkeldraad. Shh. Maar Glimmy moet wel hierin zitten. Hebbes. Nee, toch niet. Oh nee, hij zou toch niet gesprongen zijn? Ik zie hem. Hij gaat regelrecht op mijn verzameling glazen diertjes af. Oeh. Niet bewegen, Glimmy. Ik heb je bijna. Hebbes. Moeder. Oké, Glimmy, genoeg is genoeg. Je moet nu echt meekomen. Tartaarsaus. Oh nee. Glimmy, kom hier. Daar gaat hij. Hij vliegt recht op het open raam af. Lelijke deugd niet. Glimmy is overduidelijk een artiest. Net als jij. SpongeBob, ik heb 6 maanden over dat schilderij gedaan. Maak je geen zorgen. Glimmy is gemaakt van zeep. Je was het er zo af. Kijk eens aan, zo goed als nieuw. Oh, dat is jouw innerlijke ik. Nee, toch, het is al laat. Ik moet aan het werk. Zie je zo daar. Zijn er oost, west, thuis, best. Je hebt vast honger gekregen van ons uitstapje. Maar wat eet de jonge bubbel? Dit dus. Glimmy! Niet bang zijn, Glimmy. Je wordt weer heel. Wow, dat is niet goed. Oh, kom op nou. Daar is hij weer. Uh-oh. Hey, hallo SpongeBob. Hoe gaat het met mijn kleintje? Oh, wat? Glimmy, die staat hier achter mij. Het is een leuk joch. Zo, zo. Het lijkt wel alsof je er een hoofd bij hebt gekregen, Glimmy. Pardon? Geen probleem hoor. Dat regel ik wel even. Zo, SpongeBob. Heeft Glimmy zich een beetje gedragen? Oh, het is een klein engeltje. En hij heeft echt een eigen willetje. Zeg, tot ziens, SpongeBob. Bedankt voor het oppassen. Oh, SpongeBob, ik heb een cadeautje voor jou. Nee, toch? Een cadeautje voor mij? Oh, rustig. Dit had ik je echt al veel eerder moeten geven. Wauw, Octo, mijn eerste echte straatverbod. Wat is dit? Mijn advocaten leggen dat graag uit. Wij zijn van advocatenkantoor Harig, Vierharen en Kou, gespecialiseerd in civiele en strafrechtelijke procedures. Meneer Squarepants, u heeft een straatverbod. Maar ik begrijp er niks van. Octo, wat bedoel je? In artikel 3.5 van het straatverbod staat: u zult niet langer spreken tegen cliënt. Ook zult u zich aan een afstand van minimaal 2 meter tot cliënt moeten houden. Overtreding van het straatverbod zal resulteren in een lange gevangenisstraf. Mag ik in de gevangenis toch wel krabburgers bakken voor de echte vaste klanten? Nee. Nee, ik wil hier blijven! Prima, houdt u netjes aan het opgelegde straatverbod en er is niks aan de hand. Maar als ik niet mag praten tegen of in de buurt mag komen van Octo, hoe laten we de zaak hier dan draaien? Dat is niet ons probleem. Daar gaan we dan. 4 krabburgers, 2 large cola light en 2 patat klaar om geserveerd te worden. Huh?
de zeer, meneer Krabs. Maar ik krijg die bestelling niet bij Octo zonder dit straatverbod te overtreden. Laat mij eens kijken. Dankjewel. Luister, Knul, ik weet niet wat een straatverbod is, al denk ik 10 keer na. Maar ik weet wel dat het in een restaurant niet lekker werkt. En ik wil dat dit bootje blijft drijven, is dat duidelijk? Anders ben ik genoodzaakt gouden sterren van je prestatiekaart te verwijderen. Oh! Denk, SpongeBob, denk! Huh? Ik weet wat! Welkom in het grote gekkenhuis. Meneer wil iets bestellen? Ja, ik wil graag een dubbel portie Franse frietjes, 3 krokante krabben, gebakken koraalringen en 4 goed doorbakken krabburgers. Is dat te veel? Ligt eraan. Waaraan? Hoe lang u wil leven. Octo kan vliegen. Hey, een knoopje. Goedemiddag, ik heb iets lekkers bij me. Een zeebessentaart. Zeebessen, ik ben allergisch voor zeebessen. Ik weet wat ik ga doen. SpongeBob? Jij bent het knapste knoopje dat ik... Monster! SpongeBob! Hij wil SpongeBob hebben! Precies, knoopje! Dat monster gaat mijn vriend niet opeten! Oh nee, mijn 2 beste vrienden aan het vechten. Maar ik mag niet dichterbij komen om die campaan uit elkaar te halen. Dat straatverbod kan me wat. Mijn vrienden hebben me nodig. Geef dat straatverbod hier. Oké, dit wil ik even lezen. Octo, stuur me niet naar de gevangenis. Octo, wist jij dat Octo dat monster was? Wanneer wil je me dat gaan vertellen? Ik heb het straatverbod geschonden. Hou op met piepen en geef me een pen. Hier zo. Weg die waterlanders, je gaat de cel niet in. Echt niet? Nee, ik ga dit straatverbod intrekken. Echt waar, Octo? En vraag een nieuwe aan voor een ander personage. Sorry, Knoopje. Nee, Patrick. Jij. Stukje lambrisering, al zeg ik het zelf. En we gaan nu voor de finishing touch. Ja. Mag ik even jullie aandacht? Ik wil niet mijn gezicht of zo. Maar weten jullie wel hoe je een ananas moet bouwen? Ja, natuurlijk, malle jongen. Een ananas heeft eerst een stevige fundering nodig om hem op zijn plek te houden. Ah, niet helemaal, juffrouw. Een ananas hoort mobiel te zijn. Vast te zitten aan een schip voor het geval je onverhoeds moet verkassen. Fout. Een ananas moet bovenal vooral heel goed smaken. Ik hoor goede ideeën, maar... Door erover te praten schieten we geen meter op. Goed punt. Luister, jongen. Jongens, vanaf nu combineren we al onze ideeën. Ja! Dat was niet wat ik bedoelde, hoor, Sandy. We gaan beginnen met het opruimen van al die oude zooi. Sandy, met mijn meubels is helemaal niks mis. Opzij! Voorzichtig, Knul.
Ik zet even een gril in je tv-kamer. Voor als je zin hebt om werk mee naar huis te nemen. Ja, maar ik kijk graag tv in mijn tv-kamer. Goed, maar dit is dus geen tv-kamer meer. Dit is je nieuwe binnentuin. Maar daar stond mijn bank stil. Ja, dat klopt. Maar dit staat beter. Mauw. Gerrit, ken je dat als mensen niet naar je luisteren? Mauw. Sandy, we moeten praten. Over deze pilaren? Mooi, hè? Geeft de ananas een intellectuele aanblik. Ja, maar ik hou van mijn ananas zoals die was. Ik wil al die nieuwe ananas. Sorry, vriendje. Ik versta je niet meer. Heb je iets in je mond? Oh, knullie. Kijk uit, want ik laat af en toe wat pleistercement vallen. Ik probeerde dus te zeggen dat er niks mis is met een ananas die op een ananas lijkt. Oh nee, Gerrit, je moet nog ontbijten. Dat gaan we nu meteen regelen, ouwe mak. Een huis is geen huis zonder iets om onder te slapen. Wat denk je ervan, SpongeBob? Het is echt... Ja! Het is echt... Zeg maar... Het is echt... Ik heb honger. Jullie hebben heel hard gewerkt. Ja! En omdat je zo'n tevreden klant bent, reken ik een dubbele tarief. Goed werk, vallen. Ja, ik rabbel en... Nou, dit is het, Gerrit. Ons nieuwe huis. Dit is Patrick's bijdrage aan de woonkamer. Hey, tweedehands sausflessen. Dank u wel, meneer Krabs. Ik noem dat geen wasbak. Bedankt voor deze moderne wasbakkamer, Sandy. Ach, het is niet mijn oude ananas, maar het had veel, veel erger gekund. We hebben een dak boven ons hoofd en eten op tafel. Hey, dat is waar ook. Jij hebt nog niks gegeten vandaag, Gerrit. Sorry, bakker. Je bent vast uitgehongerd. Draai uit. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik het stadhuis, afdeling mislukkingen? Oh, Gerrit, het spijt me. Ik vergeet jou door deze hele woningtoestand weer te voeren. Alsjeblieft, bakker. Gemeubileerde ananas uit blik. Oh, Gerrit, je bent me er een. Ik wakker worden! Hij is niet uit als je een miljoen dit. Ja, ja, Wim. Sponscake. Nou, vind je het heel erg, Patrick? Ik heb hulp nodig. Heel dringend. Ik heb een slaapprobleem. Ik moet nu slapen. Zeg maar niks meer, vriend. Ik weet wel iets. Een boekje. Oh ja, ja, slaapverhaaltje. Goed dan. Er was eens een heel klein slaperig jongetje. Ga door. Het slaperige jongetje was het slaperigste jongetje van het hele koninkrijk. Lijkt mij wel. Op een nacht nestelde hij zich in zijn bed voor een lange diepe slaap. Diepe slaap. En heer Cecile, de zeeslaapkoning, bestrooide hem met magische slaapstofdeeltjes. Oh, bedankt, heer Cecile. Hij lag zo lekker te slapen. Er zomaar opeens een zeetrol op het raam begon te hameren. Hij wordt wakker, luie koe, galmde hij. En plotseling werd hij opgetild door meeuwenvleugels en meegenomen de donkere nacht in. Patrick, wat doe je nou? Wat is dat nou voor een vervelend
slaapverhaaltje? Het heet Het Land van de Permanente Opwinding. Het zijn meer wordt wakker verhalen. Maar Patrick, ik probeer te slapen. Oh. Hou op met het verspillen van dure mosterdgril. Mijn omzet! Mijn omzet! Meneer Kraps wordt nu vast heel boos. Visioen? Waarom? Waarom? Toe! Laat me alsjeblieft 5 minuten slapen! Wanhoop niet, mijn kind. Huh? Heer Cecile, de zeeslaapkoning? Doe je ogen dicht en val in slaap. Hier, wat magisch zand. Oh, het begint hier een hele luie boel te worden. Bedankt hoor, heer Cecile. Hey, volgens mij heb ik mijn ogen dichtgehaald. En toen moesten we gaan werken. Perfect. Knul, je stinkt als een hongerige aaseter in een mosselgraf. Ben je niet iets vergeten vanmorgen? Vergeten? Oh, ja, dat klopt, meneer Kaps. Ik ben zo vergeetachtig. Dat is mijn kok. Mijn Neptunus. De kok moet wel zijn handen wassen in de keuken. Dat is geen zeep, kokkel. Weet ik. Ik heb alleen heel even nodig. Gaat die... Mijn mosterd! Jij hebt niet naar mij geluisterd, hè? Je hebt vannacht als een spot lopen nachtbraken. Wedden? Oh, het spijt me, meneer Kraps. Echt waar. Ik heb het echt geprobeerd. Maar ik heb gewoon een groot slaapprobleem. Je staat nu mijn mosterd te bewateren. Ja, hou me weer op. Ja. Ik ga nog failliet. Hoeveelheid! Ga door, Krul! Je bent een geboren mosterd van Dunner! Is dat iets goeds dan? Ja, nou, dat is vreselijk. Ja, echt heel hot. De leukste werkdag sinds tijden. Hoor jij dat ook? Vast dat tweedehands ecosysteem. Kan ik maken. Verdraaid oud stuk roots. Ja, dat moet het geweest zijn. Ik hoor helemaal niets meer. Kijk. Eindelijk is de krokante krab van mij. We gaan het recept pakken en heersen over de wereld. Hier dat recept, Eugène. Mooi niet. Jij zult nooit weten hoe je krabburgers moet maken. Wacht eens even. Het was toch een recept waarmee we wereldheersers zouden worden? Dat zijn 2 vliegen in 1 klap. Overheersing in de fastfoodbranche leidt naar de totale wereldheerschappij. Je moet anders even zo'n krabburger proeven, dan begrijp je het wel. Jij daar! Haal eventjes een blaadje krabburgers. Als de brandweer. Octo. Ah, hier krijg ik veel te weinig voor betaald. Hele goede middag. Goedendag, heer. Mag ik deze dans van u? Natuurlijk! Het spijt me. Zou u mij even willen...
excuseren. Ik... Dag, knappe vent. Wil je met me dansen? Eventjes dan. Weg jij. Ik had hem eerst. Ja, dat dacht je, zuslief. Jongeman, ik ben je wel. Maar niet meer, man. Ik heb het net zo op die dansavond. Aan. Twee verse kraamburgers. Eet u smakelijk. Gaat vast lukken. We hebben zo'n trek. Slaaf. Zo, je hebt de krabburgers nu met je eigen smaakpapillen geproefd. Ben je dan nu klaar voor het geheime recept alsmede de wereldheerschappij? Dat is inderdaad een smakelijke snack. Maar ik wilde toch graag nog één proeven voordat ik me daarover uitspreek. Hey, dat is wel de mijne! Zo, zit meneer lekker vol? Kunnen we nu eindelijk weer verder gaan? Lekker vol? Nog niet. Ik denk dat ik nog wat wil eten voordat ik verder kan. Hé, hey, jij daar. Doe nog maar een treetje met die lekkere krabburgers. Bibbibon en mosseljongen, bibbibon en mosseljongen, bibbibon en mosseljongen. Wat was... ik deed net even een deuntje. Kom snel, de krokante krab verkeert in gevaar. Plankton en Stramel zijn samen bla 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 bla. Dat is vast weer een nieuwe verpleger. Zeg Knul, we zouden graag helpen hoor, maar nu even niet. Hoezo nu niet? Nou ja zeg, we worden net wakker. En na ons slaapje krijgen we altijd een ijsje. Dus volgens mij zul je zelf de held moeten gaan spelen. Of heb je ook zin in een ijsje, vent? Boys Bob, waar ben jij geweest? Ik sta de laatste 3 uur in te vallen achter jouw fornuis. Mijn arm voelt alsof die in tweeën gaat breken. En hij eet maar door. Het is een schurk met een meer dan gezonde eetlust. Kunnen we nu alsjeblieft dat recept gaan stelen? Alsjeblieft, Strabat. Ik wil nog meer. Ik wil nog meer krabburgers. Nog veel meer krabburgers. Aan de kant, Octo. Ik ga mijn eigen held worden. Kijk eens aan en eet u smakelijk. Eindelijk. Oké, best. Ik ga zelf dat geheime recept wel stelen. Oh, en Straalman, de vriendschap is voorbij. Nee, nee, genoeg. Kan geen... Daar ligt hij. Oké, Straalman. Het spel is weer gespeeld. Wat? Hoe wisten jullie dat ik hier was? Dat hebben we van een klein sponsje. Dit had niet mogen gebeuren. Alsjeblieft, Plankton. Wat is dat? De rekening van je partner.